vervolgens de Threshold training. Voor de training heb je dit apparaat nodig. Dat heet de Threshold. Bestaat uit twee delen. De Threshold zelf en het mondstuk. Zo net was de hoogste gehoren 92 centimeter waterdruk. Nou, daar moeten we 30% van nemen. Dat is afgerond 28 centimeter waterdruk. Daar trainen we twee keer per dag mee op duurvermogen 20 minuten lang. En dus betekent dat je 's ochtends een keer oefent en 's middags of 's avonds. In ieder geval is het belangrijk dat het 20 minuten duurt. Lukt het niet om die 20 minuten aaneengesloten te trainen, dan knip je het in kleinere stukjes van bijvoorbeeld 5 minuten. Maar je moet dus op een dag op 40 minuten training komen. Goed, ik heb hem ingesteld op 28, dus de 30% van de 92. Vervolgens neem je het apparaat weer in de mond. Ook hierbij train je met een knijper op de neus. En dan is het eigenlijk gewoon een kwestie van door het apparaat heen in- en uitademen. Juist. Bij een goede inademing hoor je dat. Hoor je dit geluid, hè, dat als het verkeerd gaat, dan hoor je meer dat krakende geluid of dan hoor je dat hij stil blijft. De uitademing moet heel mooi rustig gebeuren, zodat je niet te snel gaat ademen. Dus je ademt krachtig en diep in en rustig lang uit.